Mooi, voor elkaar. Oké, gaan we door in Hakwil. Yes. Nee, want Leidy, weet ik niet waar die is? Nee, die kon niet. Oh, die kon niet. Die had een poepfestijn en Josefina was jarig, dus ze redden het niet. Oh ja, nee, dat snap ik dan. En Jess was te vroeg. Die was om 9:30 al. Maar die besefte dat het maar de les van 9:30 was. Ja, en Lieske redde het ook niet met de kinderen. Dus die ging ook later een keertje zo. Ja? Oh ja, nou ja, prima. Nou, we nemen het mooi op. En dan kunnen we jou helemaal personal training geven, Josefine, zo. Ik ken Josefine nog uit Zeewolde. Ik weet niet of Josefine mij hebt. Ja, je mag zo wel even... Je stoel had je erbij, of niet? Een stoel. Een stoel? Een stoel. Waar je op kan zitten. Heb je die in de buurt? Een stoel. Een stoel. Oké, super. Oké, nog 5, 4, 3, 2, 1 en naar boven toe. Heinies. Yes. Het is wel lekker weer, joh. Ja. Top. Ik denk dat mijn vestje ook heel snel uitgaat. Wat zei je? Ik denk dat mijn vestje ook heel snel uitgaat. Ja, ik vind het echt warm. Ja, ik heb bijna nooit mijn vest uit. Je had hem van de week, had je ook. Ja, had ik hem ook uit. Je had ook zelfs korte broek aan. Ja. Oh, echt? Ja. Ja, ik dacht vanochtend dat je een korte broek aan doet, maar ik heb alleen dan maar meteen zo kort. Ja. Niet iets ertussen. Nee, meteen hier, hè? Ja, ja, heb ik ook. Maar voor hardlopen wil ik eigenlijk nog wel een keertje zo eentje tot hier of zo. Zo'n driekwart een beetje. Erbij. Ja, misschien is het wel leuk. Ja, ik moet wel even een zwangere zien te vinden, een zwangere korte broek. Ja, die heb ik. Misschien pas je die voor mij wel, want voor mij was die iets te strak. Nou ja, als je hem hebt, heb ik liggen nog. Ja. Ik zal ze even zoeken. Oké, knieën goed hoog, Josefine. Nou, zijwaarts. Yes. Met je been goed uit. Ik heb laatst wel heel veel zwangerschapskleren weggedaan, maar volgens mij mijn sportkleren heb ik misschien nou, als je die hebt, heel graag. Of shirtjes. Nou, misschien moet ik shirtjes maar even met opdruk ook gaan doen. Zwanger. Nou, deze past wel, maar ik heb er eentje die is echt te kort. Nou, ja. Je moet die roze van mij een poosje aan doen. Die is waarschijnlijk een maatje groter. Ja. Gok ik. Misschien wel twee. Ja. Oké, nog 5, 4, 3, 2, 1 en zak in een squat met rechts naar beneden. Goed zo, yes. Ik hoor de kleine Josefine op de achtergrond. Oh, schietig. Ik heb bij de zwager van Josefine in de klas gezeten. Oké. Laura die zat net te vertellen dat bij haar zwager in de klas? Ja, bij Rien. Bij jouw zwager in de klas gezeten? Op de midden? Nee, op de basisschool. Basisschool? Ja, middelbare school misschien ook wel, dat weet ik echt niet. Middelbare school misschien ook wel, zegt ze. Maar je blijft hangen, Josefine. Dat zie ik. Heel lang aan het nadenken. Ja. Oké, okay, nog 4. In de kerk in Zeewolde. Zwanger misschien kent ze mij niet. 2, 1. En de laatste wissel met linksvoor. Goed zo. Lekker linksvoor, zak goed laag. Spierballen, ik zie hem. Ik ben zo benieuwd dat hij die deur dicht laat. Ik had ook eens even de hond uitlaten, zag ik. Ik zie hem weer niet meer lopen. Nou ja, ja. Dat loopt wel. Oh, ja hoor, daar is ze weer. Met een ander account. Hoi. Ja. Oké, en omhoog. Gewoon op 4G dan even. Ja. Nou, ik hoop dat je een beetje 4G hebt. Of niet? Dat je een beetje veel 4G hebt. Goed zo. Ja, je houdt nog wel veel over inderdaad. Ja, ja ik, wat ik niet helemaal snap, is dat de telecombedrijven niet met een leuke aanbieding komen. Dat, je hebt wel al die televisiedingen met gratis zenders en zo. Ja, dat wel, maar niet echt niet je telefoon. Nee.
met extra dat je samen kan bellen en zo. Ja, dat je samen kan, ja precies. Gratis, samen bellen. Ja, met z'n allen houseparty doen. Dat zou cool zijn. Ja, nee, dat is een app. Dan kun je spelletjes doen, zeg nee, maar. Nee, samen houseparty? Ja, houseparty heet die app. Oké. Okay. Grappig. Waar je met z'n allen inloggen en dan met video zo kun je met z'n allen spelletjes doen. Oh, wat heel leuk. Oké, okay, en de laatste. Flyers, neem je armen lekker mee. Goh, wat een weertje. Ik ben er zo blij mee. Ja, het is echt lekker. Ik heb gewoon mijn kinderen lekker naar buiten. Wel natuurlijk op een rustig moment. Maar het is echt top dit hoor. We zijn nu bezig met een onderzoek. Hè? Want waarschijnlijk kinderen tot 10, 12 jaar dragen nauwelijks tot niets bij aan overbrengen. Oké, okay. Josefine, Laura had verteld dat ze met onderzoek bezig zijn. Dat kinderen tot 10 à 12 jaar zeg maar niet zo het virus bijna niet overbrengen. Ja, niet meedoen aan verspreiden, dat is de bedoeling. Niet meedoen aan verspreiden. Oké, okay, en hoog. Ja, dat zou wel mooi zijn, dan kunnen de scholen tenminste weer een beetje open. Ja, zit je nog steeds met ouders? Ja, dat is waar. Probeer ja. Met jou gelijk, maar het lukt niet wat te treffen. Maar ja, dan kunnen wij ook wel weer een beetje meer werken. Ja. Dat zou ook niet echt heel vervelend zijn. Nou ja, dat al inderdaad. Is het maar een ochtend. Ja, want Wim zijn moeder, die heeft dus op het werk allemaal patiënten ook met corona. Die werkt in de ouderenzorg. Ja. En die zei, ja, daarom wil ik niet op Jens en Fine passen. Ze zegt, ik ben veel te bang dat ik het door hun overdraag. Maar als het nou blijkt dat dat niet zo is. Dan is er niks aan de hand. Dan lijkt mij, ja, afgezien dat ze dat kapot is omdat ze dubbele diensten draait. Ja. Maar dan zou het best kunnen dat ze weer schoon donderdag daar naartoe. Nou, ik ben benieuwd, wanneer weet ze wat meer over dat onderzoek? Dat mijn moeder zei het vanochtend. Oké. Okay. Misschien dat ze bij mijn moeder in het ziekenhuis daarmee bezig zijn. 2, 1. En de laatste. Oké, toppers. We gaan nu aan de beste dan zo. Ik loop wel even iets naar voren. We gaan een minuut lang rennen of joggen op plek. Josefine, hoeveel weken geleden is het nu bevallen? 11. Oh nee, jog jij nog maar even een beetje op plek. Laura, jij mag lekker heen en weer gaan rennen. Bult op, weer af. Bult op, weer af. Dat doen we zo. Doei! Ja, ben je al? Oh, ze is al begonnen. Ik ga de timer even aanzetten. Even kijken hoor. Dat doen we 1 minuut. En daarna gaan we aan de cardio oefening. 09. Oké, okay, let's go. Yes. 1 minuut. Dan jog je gewoon lekker op plek. Dus als je tussen de 6 en 12 weken geleden bevallen bent, blijf je al marcheren op plek. Als je weer een beetje kunt rennen, doe je net zoals Laura. Gewoon lekker een stukje rennen. Wel eens even een berg in je tuin bouwen. Wat zeg je? Wel eens even een berg in je tuin bouwen. Ja. Nou, je mag ook in je tuin gewoon rondjes rennen. Thuis rondjes rennen op 2 vierkante meter. Heen en terug, links, rechts. Oké, nog 30 seconden. We gaan onze hartslag even verhogen. Het ziet er wel leuk uit, Laura. Jou ook hier weer in beeld en dan weer uit beeld. Oké, okay, de laatste 10 seconden gaan in. Dan gaan we door naar high knees. Ik heb de husband ook gespot. Die loopt hier achter in de bot. Oh, okay. Zijn we er ook? We zijn er. Dus we gaan 1 minuut high knees. Dan mag jij de snelle variant weer doen. Yes. Als je bekkenbodem het toelaat, dan doe je inderdaad de snelle variant. En anders pak je mijn variant. En sowieso, als je nog geen 12 weken geleden bent bevallen, pak je sowieso de rustige variant. Al is het maar om je bekkenbodem te laten winnen, dat je wat meer gaat springen. Want hoe voelt jouw bekkenbodem, Josefine? Goed? Ja? Ah, fijn. Nou, dat scheelt wel een hoop hoor. Dan kan je volgende week een klein beetje wat sprongetjes gaan doen. En rennen. Ja. Oké, okay, nog 10 seconden. En dan gaan we weer aan 2 minuten joggen of marcheren op plek. 3, 2, 1. En yes, gaan we weer.
Goed zo. Een beetje naar voren en achter mag natuurlijk ook altijd. Hop, hop, hop. 2 minuten lang. Hoe hoog is je hartslag zo? Moet je even kijken, Laura. Oh, die van mij heeft geen 180. Hartslag. 180. 180? Oh, lekker. Lekker hoog. Dan doen we goed in cardio. Oh, die van mij 149. Ook goed in cardio. Zitten in het vetverbrandingsdeel. Jij niet. Je hebt het spieren aan het opbouwen, Laura. Ja, ik heb ook de skaten. Met dat skaten. Alleen de straat uit geskate. Ja? En toen braken mijn wielen af. Oh, hoe kan dat? Ik heb er spierpijn van. Josephine, Laura die ging skaten. Maar ze was alleen de straat uit en er brakken de wielen af. Ik denk, hoe heb je dat leven bij gedaan? Ja, uitgedroogd. Gewoon uitgedroogd. 15 jaar in de kast gelegen. 15 jaar? Ja, ze komt mijn schoonmoeder. Oh ja, dan mag je ook wel echt nieuwer. Ja, precies. Ja. Maar ik dacht even proberen. Want ik vind het zonde, straks vind ik het helemaal niet leuk. En dan heb ik 100 euro skates. Ja, je hebt gelijk. Oké, hou nog even lekker vol. Ik moet nog 50 seconden. Oké, ik denk dat ik jou zo, Josephine, gewoon niet op de oortjes zet. Want jij bent in je eentje, dus dan kunnen we wel mooi kletsen. Ik dacht al, net waren er 9 in een les ervoor. En ik denk dat mijn buren dat niet zo fijn vonden als iedereen aan de elkaar kletsen. Nee. Oké, nog 15 seconden. Oké, nog. Even kijken. 5, 4. 3, 2, 1 en stop. Oké, we gaan naar beneden en we jumpen heel erg omhoog. Maar voor Josephine, op je tenen. Op je tenen. Hop. Op je tenen. Goed zo. Op je tenen. Zak laag en zwaai omhoog. Hop. Omhoog. Ik was in groep 3 toen mijn zwager bij mij in de klas kwam. Die kwam uit Zuid-Afrika. Die zagen die winter ook voor het eerst sneeuw. Wat leuk! Dat lijkt me ook wel heel gek gewaar wanneer je nooit sneeuw hebt gezien. Ja. Oké, nog 20 seconden. Blijf springen voor Laura. En als je nog niet rent, ook niet springen. Dan ga je op je tenen. Maak jezelf lang. Goed zo, nog 7 seconden. En 4, 3, 2, 1. En we gaan weer rennen hoor. 1 minuut nu. Dus geen 2 minuten. 1 minuut. Yes. En na deze minuut gaan we burpee doen. Stap burpee voor jou, Josephine. Dus met 2 voeten naar beneden. En dan kom je omhoog. En dan jump je weer omhoog. Maar voor jou weer op je tenen. En voor Laura mag al gewoon een burpee doen. En ook omhoog springen. En dat mag je ook niet als je na 12 weken bent bevallen. Na 12 weken bevallen mag je wel alvast een burpee proberen. Bijvoorbeeld 1 of 2. En daarna een klein beetje weer op je tenen. Maar stel je bent al 16 weken geleden bevallen. Of 20 weken geleden bevallen. Dan mag je hem helemaal, net zoals Laura, proberen. Oké, nog 5 seconden. 4, 3, 2, 1 en stop. We gaan dus, ik doe de rustige variant. Voor degene die net 12, 13 weken geleden zijn bevallen of daarvoor. In een stap burpee. Omhoog op je tenen. Laura pakt de volledige variant. Jump, omhoog en ze jumpt ook. Ja? Ben je zwanger? Dan doen we deze sowieso niet. Ik dus ook niet. Dan ga je naar beneden op je stoel. Komt omhoog op je tenen. Yes! Oké, dus je kunt of de stap burpee doen en vervolgens op je tenen. En als je zwanger bent, doe je hem op een stoel en ook op je tenen. Laat nog even lekker doorgaan. Goed zo. Hoppa! Nog 5, 4, 3, 2, 1. En we gaan nog een laatste keer
rennen. En dan neem ik even een slokje drinken. Blijf lekker marcheren op plek. Als je zwanger bent, of je bent net bevallen. En als je al kan rennen. Laura krijgt al een lekker gezellig hoofdje. In de warmte hier. Dit zag ook thuis komen, zo'n tomaat. Ik heb in ieder geval zin dat ik wat gedaan. Ja, precies. Ik wil eigenlijk het zweet bij jullie zo zien afdruipen. Maar als je binnen staat, of niet, Josephine, nu? Oh, de deurbel. Oh, die zijn er vroeg bij. 10 voor 10, pakketje. Oh, oké. Okay. Ah, vandaar. Hier, zijn er ook lekker vroeg bij. Nou, goed gelijk heb je. Ja. Ik moet zeggen dat hier nu ook iets meer leven komt, maar het was hier heel rustig. Oké, okay, en stop maar. We nemen even wat te drinken. Zo kom ik erachter dat Jens nog maar 1 t-shirt had wat die paste. Ja. Het was allemaal naveltruitje. Ja. Klopt, bij Xem ook. Zo snel. Hoor je ons of niet, Josephine? Oh, wacht even, je hoort ons nu niet. Ja. Hoor je ons nu, allebei? Ja, zeker. Ja, hè? Gezellig. Oké, okay, mag je de stoel erbij pakken? Oh, je klinkt echt veel beter. Ja? Ja. Oké. Okay, ik dacht dat het aan mijn internet lag, maar ik denk dan toch dat ik een andere microfoon had. Ja, wat apart, hè? Want die oortjes... Ik zal eens even kijken of die oortjes misschien op zacht staan. Heb ik nu niet naar gekeken. Ja, ik was naar binnen verhuisd omdat ik bang was dat de wifi slecht was buiten. Mm. Maar het is waarschijnlijk gewoon mijn stem. Ja, het heeft geen stem, ja. Nee, ik zal eens even kijken. Misschien ligt er een oortje. Als ik de oortjes indoe, dat die in één keer ook het geluid dempt. Ja, had je vorige week ook de oortjes? Nee. Nee, toen waren we nog in het kaipark. Nee, toen waren we nog in het kaipark. Ja, vorige week had ik echt geen probleem. Nee, nee, je had ook lekker muziek, hè? Ja, die moesten we nu even uitdoen vanwege, zeg maar, de buurt hier. Dus je moet er vanzelf even lekker muziek opzetten als je wil. Ja. Ik ga nu weer naar buiten verhuizen, dan denk ik dat nou al kan. Het is zo warm binnen. Oké, okay, pak die stoel er weer lekker bij. Want we gaan als eerste, we hebben 40 seconden, doen we net alsof we in een squat gaan zitten. Maar of op de stoel gaan zitten, maar dat gaan we niet. We gaan zo laag mogelijk in een squat. 40 seconden. En die gaan dan nu in. En weer omhoog. Dus je doet net alsof je gaat zitten, maar je gaat niet zitten. Goed zo. Dat is grappig, dat zegt iedereen altijd, maar ik ga nooit zo zitten. Nee? Nee. Hoe zit jij dan? Ik ga het niet doen. Ja. Niet in een squat. Oh, jij houdt wel eerst dan je stoel vast? Ja, dat denk ik. Ja. Ja? Ja, of maar niet helemaal dat je echt zo gaat zitten. Ja, ik denk dat ik wel echt zo zit. Ja, ik denk het wel. Ja. Ik ga erop letten. misschien wel een soortgelijke beweging, maar niet helemaal zo met je billen achter. Nee. Schat, ik ga zitten. En de laatste. Oké, okay, leg er even een handdoekje op. Hier. Ik zeg altijd doe ik het niet goed. Dat is even een goeie voor jou, Josephine, om te kijken hoe je je voelt. Met een zijwaartse, als je een been oplegt. En dan naar beneden toe. Hoe je je knieën aanvoelen en je bekken. Ja. Dus we gaan nu weer 40 seconden naar beneden, tenen omhoog. Voelt het niet lekker? Vooral voor dames die zwanger zijn. Die zetten hem aan de zijkant. En gaan gewoon naar beneden op 1 been. Ja? En dan hou je hem een klein beetje krom. Dus hoe voelt dat? Nee, voor mij niet zo goed. Nee, dan zet hem maar gewoon op de grond. Ja. Ja. En deze zet je een beetje aan de zijkant. Als je nog steeds hebt last van je liezen, pak je gewoon een squat naar beneden. Ja. Als je nog steeds je liezen voelt. Ja, zo gaat het wel. Ja, oké. Okay. Lekker naar beneden. Oké, en stop maar. Dan gaan we wisselen. Dus Laura, je mag even je stoel aan de andere kant zitten. Ik ga even een stukje naar achter schuiven. Ja. En dan gaan we weer naar beneden. Of dus inderdaad op 1 been. Zakje naar beneden. Deze kant gaat veel beter. Ja, vaak heb je één betere kant dan de andere kant. Ja. Ja. En als dit dus niet lekker voelt voor de liezen, dan gewoon op een rechter. Maar rekt nu dit rekt
wel lekker, ja. Op een, bij mij op een lekkere manier, zeg maar. Ja, je moet jezelf even goed aanvoelen. Voor sommigen is het echt een hele prettige manier om die te rekken. En die Lise, de andere, voelt het echt heel vervelend. Dus goed naar je lichaam luisteren. Wat prettig aanvoelt. En als je denkt, het voelt niet prettig aan, dan niet doen. Yes. Oké, en stoppen maar. Oké, dan gaan we naar de achterkant. Tenminste, ik ga naar de achterkant. En je gaat alleen je linkerbeen ga je omhoog gooien. Voor jou, voor de dames die al in de recovery zitten, die gaan naar beneden, 90 graden. En gooi je ook één been omhoog, maar dan in 90 graden. En voor de recovery moet je dan goed je buikspieren ook aanspannen. Ja. En dat is met name voor de dames die al weinig tot geen diastase hebben, daar wil ik is die wat Laura heeft heel erg goed om te doen. Dus check het even van tevoren bij jezelf hoe die diastase is. Ik zal straks even een oefening doen dat je hem ook ziet op het einde van de les. En even nog een mooie bekkenoefening. Oké, nog 10 seconden met dit been. Ja, dan mag je één been houden eventueel, Laura. Altijd het liefst één been. Oh, sorry. Oké, en dan wisselen we om. Dus we pakken het andere been. Ook goed voor je billen. Maar ik lag van de week op bed en toen ging ik zelf even voelen. En toen had ik het idee dat ik nog wel een redelijk gat had. Aan de bovenkant. Ga ik voelen. Aan de bovenkant. De onderkant zit denk ik wel dicht. Oké. Nou, dan gaan we straks gelijk even voelen. Oké, blijf even doorgaan. Benen omhoog. We kunnen er wel even een instructiefilmpje van maken. Ja. Ja, dat is wel een goeie. Ja, nee, een hele goeie. Maak er een instructiefilm van. Ook misschien met die bekken. Dat is ook wel een goeie. Maak er daar ook gewoon even een instructiefilm. Tering, het is wel zwaar. Ja, dat is ook zwaar. Maar prima. Oké, nog... Kijk, nog 10 seconden. Ik vind het zwaarder voor mijn benen en mijn armen dan voor mijn buik. Hij is ook, ja, hij is ook heel zwaar. Bij je standbenen voel je hem heel goed. Ja, en bij mijn achterkant. Andere been achterkant hoor. Maar dat is ook dan nog in combinatie. Oké, en stop maar. Mag jij, Laura, met je schouderbladen op de stoel komen en je bekkenbodem naar onder en duw naar boven. Naar onder, duw naar boven. Ja, dus je gaat liggen met je schouderbladen erop. Dus nog verder. Nee, helemaal schouderbladen op de zitting. Oh, hier? Ja. En dan, ja, goed zo. Ik hou je stoel even vast. Schouderbladen omhoog. Wacht even, ik zal hem even voordoen. Hier. Ik snap hem gewoon niet. Ja, Lisa, op je stoel. En je gaat naar beneden en je duwt hem omhoog. Naar beneden en je duwt je bekken omhoog. Voor jou, Josephine, is die ook heel goed. Als je zwanger bent, niet. Dus de zwangere variant die gaat nu, zeg maar, benen in 90 graden omhoog gooien. In 90 graden. Dus niet meer gestrekt, maar 90 graden. Ja. Goed zo. Duw ze mooi omhoog. Die bekkenbodemspieren. Ook goed voor je billen. En voor je buik. Nog 20 seconden, hou vol. Netjes, Laura. Knot zit er nog. Ja. Ja, je mag nog lager liggen eventueel hoor. Ja, zo ja. Oh, ja. De schouderbladen erop blijven. En wissel, gaan we naar de andere kant. Voor jullie is dat je je benen om en om omhoog gooit. Oh, dus ik blijf wel liggen. Je blijft wel liggen, ja. Dus je blijft liggen weer met je schouderbladen erop. Yes, en dan om en om. Ja, goed zo. Je been dan gestrekt omhoog. Ja. Top. En je bekkenbodem... Hou je dan ook, duw je naar voren. Bekkenbodem naar voren. En wij maken weer een 90 graden. Omhoog. Yes. Goed zo. Hou lekker vol. Benen omhoog. Oké, nog 20 seconden.
voeten, Laura. Hou hem omhoog. Hij is zwaar. Nog 3, 2, 1. En kom omhoog. Oké, we gaan nu naar de bring Sally up, bring Sally down. Maar dan wel op de stoel. Dus dan is het bring Sally up, bring Sally down. Voor de dames die echt al verder die echt al 33 weken zwanger zijn, die blijven gewoon in de plank aan de achterkant van de stoel staan. Iets hoger, want dan is die bring Sally up, bring Sally down. Deze kant is gewoon te laag. Ja? Oké, let's go. Bring Sally up en bring Sally down. Bring Sally up en bring Sally down. Zelfs met 24 of 25 weken zwanger voel ik hem daar al bij mijn navel. Dus je voelt hem hieronder, voel je hem trekken. Dus ik ga ook in de plank aan de achterkant. Ik ben best wel goed. Maar ik zal extra goed zo. Ja, nee, is helemaal goed. Bring Sally up, bring Sally down. Als je hem dus bij je navel voelt trekken, dan is dat inderdaad dus je diastase al. En jullie kunnen best die kant op. Die staan in de livestream. Eentje verder. Ja, of over het gras is ook goed. Goed zo. Nog 15 seconden. Houden we het nog vol? Ja. 3, 2, 1 en stop maar. Oké, we gaan nu lekker op de stoel zitten. En je gaat met één been ga je omhoog staan en weer zitten. Voor de dames inderdaad met iets meer bekkenklachten, die kunnen of deze oefening doen en je bekken recht omhoog, of je zet er toch een klein beetje bij en je komt omhoog. En dan ga je weer zitten. Dus dan oefen je eigenlijk als het ware een squat zit. Yes? Oké, let's go. Dus ik oefen de squat zit. En Laura die pakt één been en je gaat weer zitten. En je blijft op één been. Eén been omhoog, ja, en dan weer gaan zitten. Ja, dit is een hele goede voor je core. Ja. Ja, probeer hem dan niet bij te zetten, maar inderdaad gewoon weer te gaan zitten. Oh, leuk voor je stabiliteit, hè? Ja, heel goed voor je stabiliteit. Dit is echt wel echt heel goed. Josephine, hoe gaat hij daar? Nou, niet heel goed met één been. Nee. Ik kom niet op die stoel. Ja. Je mag nog heel even. Blijf maar even doorgaan. Maar ik heb hetzelfde gevoel als wat ik met lunchen heb dan in de achterkant van mijn bovenbeen. Dat is klopt. Niet zo fijn. Probeer dichtbij. Heel rustig naar beneden, heel rustig naar beneden. Heel rustig naar beneden. Zit. Ja. Goed zo. Heel rustig omhoog. Ja, nee, hou hem bij. Dus niet weg. Doe mijn best. Ja, maar dan zet hem maar gewoon op de grond. Ja. Ja. Oké, wissel om. Gaan we met andere been. Misschien gaat hij erop in. Ja, dus je gaat heel rustig. Ook, je kan hem elke keer bijtappen. Dus als je het in je liezen voelt of hierachter, ga niet een been wegzwaaien. Dan zet je hem gewoon neer. Dus heel rustig proberen hoe ver je kan. En als je echt denkt van, oké, nou voel ik het hierachter of in je liezen, zet je hem op de grond en ga je weer zitten. Naar beneden, dat lukt op zich. Naar boven. Voor de dames die zwanger zijn, doen sowieso deze variant. Hou je bek. Ja. Heel netjes. Dus gewoon rustig. Voor zwanger naar beneden in een squat. En weer omhoog. Kun je mooi je bekkenbodemspier oefenen. Oké, nog 10 seconden. Ik zet nu mijn voet op de zijkant van mijn schoen. Ja, ik zie het. Ben ik nog steeds op één been, maar dat gaat wel goed. Dat gaat beter. Oké, blijf recht. En dan zet je hem neer. En je gaat nu scheef. Ja. Dus het is de echte bedoeling dat je recht blijft, hè, met je bekken. Gewoon echt recht omhoog, recht naar beneden. Als het te veel is, zet je voet op de grond. Oké, en stop maar. Dan gaan we weer ons cardio doen, die we net hebben gedaan. Dus weer een stukje rennen. En daarna herhalen we deze ook weer. Dus neem een slokje drinken. En dan gaan we weer een minuut rennen. Let's go! Of marcheer op plek. Ja, dus die laatste oefening, omdat we hem zo nog een keer gaan doen, ga ik hem nog een keer voordoen. Maar het gaat echt om dat je bekken evenredig omhoog duwt. En dat is voor sommigen, voor de recovery, prima te doen. Als je nog last hebt van je bekken aan de achterkant of hier in je liezen, dan zet je hem gewoon meteen op de grond.
dan trek je toch weer je bekken scheef. En dan heb je weer pijn in je liezen en aan de achterkant. Dus we doen hem zo even nog een keertje. Zo, lekker Laura. Nog 20 seconden. En dan gaan we in de high knees. De laatste 10. Blijf lekker doorrennen. 4, 3, 2, 1. En Laura is perfect op tijd voor de high knees. Ook weer 1 minuut. Nou, jullie vinden licht eruit. Geen internet meer. Goed zo, toppers. Blijf lekker doorgaan. En je kan nog altijd van Laura haar manier naar mijn manier toe gaan. Oké, nog 10 seconden. Oh, dat is een gekke kat. Oké, en dan gaan we. 2 minuten. Zwangeren mag je ook gewoon rennen, hè? Dus als jij denkt van nou, dat kan helemaal prima, dan kun je gewoon blijven rennen. Alleen als je bevallen bent tussen de 6 en 12 weken, dan ben je aan het marcheren op plek. Dus ik ga ook nog even lekker wat rennen. Beetje heen en weer op je vierkante meter zit. Oh, dan heb je Josefine weer. Ja, ik weet het beter niet. Ja, ik denk dat ik hem gewoon... Oh ja, dat kan. Of dat ik even een muziek extra onderzet straks. Ja, maar voor de livestream. Ja, dat we zelf thuis muziek kunnen zetten. Dan heb je iedereen ongeveer tegelijk op de muziek. Dus dan kan je Bring Your Pop op het liedje doen. Ja, klopt. Ja, ik hoor. Oh ja, maar ik kan de muziek niet aan. Zaterdagochtend. Dat je alleen even hoort waar we zijn. Ja, dat is een goeie. Die komen klaar. Wat ik op zich best begrijp. Oké, nog 1 minuut, jij ook. Ja, nu niet meer. Nu denk ik nou praat ik gewoon. Maar de eerste uur heb ik heel rustig gesproken. Maar het is 10 uur of zo. Ja. Ja, 10:50. Oké, hou nog even lekker vol. Nog 30 seconden. Oké, nog 15 seconden. Nog 5, 4, 3, 2, 1. En dan gaan we weer die verticale jump omhoog. Jump omhoog. Op je tenen. Voor zwangere en recovery. Op je tenen. Als je al een beetje kan springen. Na 12 weken mag je het gaan proberen. Doe nog niet een hele minuut mee. Hè? Nog 10 in je tuin. Ja, gekke kat. Dit is echt hele gekke. Dus niet een volle minuut, maar dat doe je gewoon 10 wel, 10 niet mee, of 5 wel, 5 niet. Oké, nog 30 seconden en dan gaan we weer naar een minuut rennen. Nog 15. Blijf lekker springen. Nog 5, 4, 3, 2, 1. En rennen maar weer. 1 minuut. Of marcheer op plek. Ik heb het idee dat het bij ons in het wijkje echt wel veel drukker is. Ja, dat loopt net ook al. Veel klussen en zo. Ja. Nee, dit is echt een hele rustige wijk.
Misschien ja. Is je oudere kinderen over het algemeen ook. Nou, met je 6 inderdaad, 7, maar ook jong hoor. Kijk hier. Omdat er zijn heel veel huizen zijn niet verkocht. Er zijn heel veel jonge gezinnen ook komen wonen. Hier. Maar ja. Daarom wel een naam zo geslaagd. Ja, dat is even wat. Ja. Het zijn wel een mooie grote huizen. Ja, klopt. Oké, nog 8 seconden. Ja. En die, daar ben ik wel eens binnen geweest. Ja. Maar het is wel... Op zich best ideaal ingediend, vind ik. Is het ook, want ik kan, als wij visite hebben, bijvoorbeeld van vrienden, hebben, zitten we in een woonkeuken hebben wij hier, dus dat is echt heerlijk. Oké, stap burpee en dan weer omhoog. Of de gewone burpee. Als je een beetje zo rond de 9 weken geleden bent bevallen, mag je die stap burpee lekker gaan doen. En dan ga je op je tenen omhoog. Ben je al 15 weken geleden bevallen of 20. Dan doe je al de gewone burpee en dan spring je hem al rustig omhoog. Heb je ook bekkenklachten hierachter bijvoorbeeld? Dan kun je ook als je die stapje doet rustig weer omhoog komen in kleine stapjes. En dan ga je ook in kleine stapjes weer naar die plank. Kleine stapjes weer omhoog op die tenen. Dus voel het goed even voor jezelf aan. Naar beneden. En weer omhoog. Oké, daar zijn we weer. We gaan weer de laatste minuut joggen of rennen. Nee, en wij willen nou dan waarschijnlijk zo'n verdieping erbovenop bouwen. Ja, want je hebt 3 slaapkamers, toch wel? Ja, wij staan aan deze kant en dan aan die kant. Ja. Ja, want jullie hebben wel een etage meer dan wij, maar wij hebben ook 3 slaapkamers. Ik vind het toch echt te weinig als je 2 keer Ja, dat klopt. Ik heb mijn was kwijt. Ja, nu buiten in de achtertuin, maar dat is bij jou ook niet echt een optie. Nee, dat is geen optie, nee. Ja, we hebben een kleine berging bij het toilet. Daar heb ik mijn was dan, maar is niet ideaal. Dus dan met 3 kamers eventueel er weer bovenop bij. Ja. Hebben die meiden allebei een kamer, de jongens dan allebei een kamer. En dan hebben we eventueel nog 1 extra kamer over voor als rommel of zo. Ja. Oké, nog 10 seconden, jongens, weer dan. Wij kunnen inderdaad ook een hele etage doen. 4, 3, 2, 1 en we pakken die stoel weer. We gaan weer beginnen met die squat zitten. Oké, let's go. Naar beneden en terug. Ja, dan kunnen jullie weer plat dak. Ja. Ja, wij hebben dit alleen al zonder die derde. Ja. Maar dat zou je willen of niet? Ja, heel graag. Ja. Maar het is gewoon allemaal niet zo handig. Financieel is wel leuk. Ja. Nou, het is wel een heel gedoe hoor, als zelfstandige. Oh ja, met al die dingen die je moet vragen en zo. Met die rekenmeesters bij je bezig. Het is echt wel een gedoetje. Oké, nog 10 seconden. Goed, dat is ook lekker laag. Gewoon een eigen etage met een eigen badkamer. En nog een kamertje waar je gewoon kan werken of yoga doen of zo. Oké, en stop maar. 1 meter weer opleggen. Voor degene die last hebben van de liezen, doen gewoon een squat naar beneden. Ja, dat is ook echt fijn hoor, zo'n extra rommelkamer erbij. Ja. Ja. Nou ja, die zouden we dan dus beneden al hebben als wij naar boven zouden gaan. Ja. Ja. Maar dan willen wij gewoon boven. Ja. Grote slaapkamer met een inloopkast. Echt zo. Ja, nee. Alsof je eigen loft. Ja, dat. Ja. Ja, dat krijgen wij dan ook. Je gewoon echt je eigen plek hebt met je eigen en badkamer. Ja. Het liefst nog een extra wc. En aan de andere kant willen we dan een balkon maken. Ja, dat kan bij ons ook eventueel een dakterras, inderdaad. Maar dakterras. Wij willen hem eigenlijk wel gewoon over de hele lengte doortrekken. Oh ja, nee, ons mag dat ook niet. Vanwege de bouw, technisch. Dus dan maken we er maar een mooie dakterras van. Ja. Oké, nog 10 seconden, ladies. Dan wisselen we om. Maar bij ons is het met zon ook niet logisch dat je dat zou doen. Want dan maak je dat aan de achterkant. En we hebben aan het eind van de dag aan de voorkant zon. Oké, en wissel. Mag Laura even de stoel draaien? Yes. Oké, wij pakken weer een squat. Als je last hebt van de liezen of hierachter. Mooi naar beneden, yes. Nee, vond ze wel echt hier noordoosten. Dus we hebben hier ochtendzon. En zo'n uurtje of 12 is hij weg. Dan zie je al dat hij zo richting die bomen. Ja. En dan moeten we echt richting de voorkant. Dus het zou wel heerlijk zijn als je een soort dakterrasje hebt. Waar wij een wijntje vanuit mijn slaapkamerdeuren.
Maar dan moet je ook, heb je ook wel weer veel regels met dat je speciale relingen zo ja, moet hebben. Klopt. Klopt. Ja, dus iedereen heeft ongeveer die, zoals je daar ook ziet. Ja. Ja. Dat is ook prima, toch? Ja, dat is helemaal prima. Ja. Het is niet super lelijk of zo. Nee. Dan lekker daar een loungebank neerzetten. Oké, nog 10 seconden. 3, 2, 1. En stop maar. Gaan we die lunge weer doen? Dus achter, voet erop. En dan naar beneden en weer omhoog. Naar beneden en omhoog. Voelt dat? Ik doe iets anders. Want dat heb ik nu niet gedaan. Oh, heb je die niet gedaan? Nee. Liggen met mijn hoofd op de stoel. Oh ja, doe die maar. Ja. En dan doen wij achter. Ja, dat is goed. En dan één been. Eén been. Oh ja, dat heb ik net gedaan, ook met één been. Ja, maar nu ga je eerst naar beneden. Dus eerst naar beneden toe met je bekken en dan omhoog duwen. Ja, top. Omhoog duwen. Ja, net lag ik met mijn elleboog op de stoel. Ja, klopt. Je hebt gelijk. Nee, deze heb ik uiteindelijk geskipt. Hoi. Goedemorgen. Goed bezig, hè? Dank u wel, hoor. En dat met dit ideale weer. Ja, heerlijk, toch? Ja, elke ochtend wat oefeningen doen. Ja. Ja, dat is toch perfect. Ja, daar blijven we gewoon fit van. Ja, dat lukt mij ook nog wel. Ja, oh, dat lukt mij niet meer, hoor. Nee. Nou ja, maar ik ben weer heel stijf in mijn schouders, dus daar hebben we allemaal onze afwijkingen of bijzonderheden. Ja. Ik zou zeggen, succes erbij. Dankjewel. Oké, en wissel voor ons en voor inderdaad jullie, been omhoog. Been omhoog. Ja. Goed zo. Maar die andere heb ik net ook al gedaan. Hebben we misschien een extra oefening net gedaan? Ja, ik zat even na te denken. Ik weet het niet meer. Want ik heb deze nu... had ik hem geskipt met die lunch, omdat ik dacht dat is misschien een beetje te heftig. Oh, dat zou kunnen. Ik denk dat ik dat heb gedaan. Goed zo. Been omhoog voor je billen. En voor jullie ook voor je billen. Allee, jullie hebben een zware oefening voor de billen. Oké, nog de laatste 10 seconden. Hou even vol. Doe je bekken weer mooi omhoog. 5, 4, 3, 2, 1. Oké, en dan ga je dus leunen. Die hebben jullie wel gedaan, deze. Ja. 90 graden en dan één been omhoog. Dat doe ik ook als zwangere, maar dan op de stoel. Ja, moet even kijken, Josephine, wat voor jou fijn is. Dus deze. Ja. En dan één been. En die voel je wel enorm goed in je standbeen. Hou je bekken hierbij ook weer recht. Vooral als je staat en je bent zwanger. Want je staat eigenlijk op één been te bewegen. Dus als je dit niet prettig voelt, dan zet je hem even bij. En daarna ga je hem weer omhoog. Zet hem weer even bij. Daarna omhoog. Zorg dat je bekken in ieder geval echt evenredig naar blijven staan. Dus niet eentje hoger dan de ander. Goed zo. Oké, nog 10 seconden, dan wisselen we van been. Nog 5. 4, 3, 2, 1. En wissel. Andere kant. Woehoe, verzuring. Maar ik heb dus meer verzuring in het been wat ik wiebel dan dat het been nog staat. Ja, je mag je andere been mag je iets meer dan 90 graden doen. Dus been wat staat. Daar, ja. Ja, goed zo. En dan je billen dus ook wat lager. Ja. Zo voel je het echt goed. Oké, zet hem weer naar beneden. Laura, hij wil weer omhoog. Dat been. Nog verder naar beneden. Ja, nee, hij gaat weer mee omhoog. Hij heeft geen zin. Weet je waarom het niet lukt? Het lukt me zo wel, maar het lukt niet in mijn wiel, zeg maar, die spieren. Oh, die trekken? Ja, die zijn te kort. Ah. Gek, hè? Ja, nou dat kan. Oké, voel hem wel, hoor. Wees maar niet bang. 2, 1, stop. Dan gaan we naar Bring Sally op, Bring Sally down. En hier gaan wij in een plank. Bring Sally up, Bring Sally down. Trek je navel goed in. Er komt een instructiefilmpje over de diastase, dus we gaan die diastase ook even voelen. Bring Sally up, Bring Sally down. Als je hem hier bij je navel voelt trekken, dan is dat niet goed. Dan ga je ook redelijk richting een navelbreuk, dus dan pak je gewoon een plank aan de achterkant van de stoel. Goed zo.
omhoog en omlaag. Yes. Hou lekker vol. Probeer je billen zo weinig mogelijk te bewegen. Oh. Twee gebroken polsen zo meteen. Oké, nog 4, 3, 2, 1 en stop maar. We gaan even zitten weer op die stoel, weet je wel, maar weer omhoog. Ik ga hem even voorkant laten zien. Wat gebeurt er nou? Even goed de oefening. Als je op één been omhoog gaat en je gaat dus zo, dan heb je dus je heup één heup hoger dan de ander. En dan krijg je er echt last van je bekken. Dus je moet zorgen dat je bekken evenredig omhoog gaan. Als je dat nou niet lukt, zet je voet op de grond. Ga je gewoon rustig naar beneden en zitten. Sowieso voor zwangeren is dit überhaupt al een hele goede oefening. Omdat je vaak vanuit de bank omhoog komt en weer naar beneden gaat. En dan is het heel goed om juist die buikspieren niet aan te gaan spannen, die rechte buikspieren. Dus voor de zwangere, rug naar voren omhoog. Dus zo leer je ook echt op een juiste manier van een bank zitten en staan. En voor de dames die in de recovery fase is het een hele mooie oefening, want je gaat je core weer echt aanspannen. Dus je gaat op één been omhoog en weer naar beneden. Eén been omhoog en weer naar beneden. Als je voelt dat je omvalt, voet op de grond, naar beneden toe. Al is het maar een teen. Yes? Al is het maar een teen. Doe even weer de zwangere oefening. Dus goed, naar voren toe en gaan staan. Alles uit je benen halen. Niet uit je rechte buikspieren. En weer zitten. Okay. Nog 5 seconden. Dan mogen de andere dames, de recovery dames, wisselen van been. 4, 3, 2, 1 en wissel. Pak je andere been. En wij blijven nog steeds oefenen in die squats. Zorg dat je geen harde buiken krijgt. Pak alles uit die benen. Goed zo, bekken recht omhoog. Netjes Laura, het gaat nu veel beter. Een voetje. Ja, dat is goed. Je mag eventueel ook je ene voet op de andere schoen zetten. Heel netjes. Yes. Oké, nog 5 seconden. 3. 2, 1. En we zijn er, toppers. We hebben hem erop zitten. We gaan lekker aan de cooling down. Heel goed gedaan. Even stoppen. Hoppa. En even inderdaad, even een slokje water voordat we aan de cooling down gaan. Zo, op de stressie al te weinig nu met dit weer. Ja, hè? Het is echt warm. Oké, zet je rechterbeen voor. Dus Fino is gegaan? Ja, wel goed. Het was zwaarder dan de vorige keer. Ja? Ja. Oké, okay. Oh, dat is wel fijn. Ja. En wat vond je het zwaarst? Nou, ik had niet mijn hartslag met het joggen elke keer. Ja. Ja, ik vond het wel leuk om het er even bij te doen. Dan hebben we toch een klein beetje dat je die cardio erin krijgt. Dat is juist wel lekker hoor, dat voelt wel goed. Ik had wel spierpijn de vorige keer, dat was goed. Oh, van dinsdag? Van dinsdag, ja. Of van zaterdag? Ja, van dinsdag mijn benen. Oh, wat hadden we toen? Oh, een stukje boksen hadden we gedaan. Ja. En... Ja, ja. Wat hadden we met mijn benen ook weer gedaan? Ja, ik zeg maar ook niet. Ik begreep het ook niet helemaal, maar... Ja, nee. Benen en bil. Ja, nou ja, helemaal prima toch? Een beetje spierpijn is oké. Okay. Heb je al gedaan, hè? Ja. Ja. Hoe erg had je nog last van je bekken? Of van je liezen? Ja, ik merk bij de oefeningen wel dat ik rustig aan moet doen. Ja, maar dat is ook goed hoor. In het begin gaat het wel, maar na een tijdje merk ik toch dat het te veel wordt. Ja, en dan had je dat nu ook? Ja, en dan deed ik de makkelijke variant, zeg maar. Ja, dus heel goed. Ook met op de stoel zitten en één been in de lucht, dat deed al pijn, zeg maar. Dus dan deed het gewoon wat jij deed. Ja. Top, perfect. Ja. En achter. Maar het ligt er misschien ook aan het moment. Want ik vind het op dinsdag dus altijd heel zwaar. En zaterdagochtend is voor mij precies goed. Ja. Dus misschien ligt het ook een beetje aan hoe je Hoe je avond- of ochtendsporter bent. Ja, klopt. Ik ben meer een avondsporter.
bijvoorbeeld. Niet. Ja. Nee, ik vind zaterdagochtend echt lekker. Oké, en maak je rug bol. Voel die strekking even in die schouderbladen, is ook wel lekker. Maar dinsdag was qua cardio ook wel wat intensiever met dat boksen en zo, denk ik. Ja, ja, dat klopt. Dat was ook redelijk intensief. Want ik was echt af en toe een beetje dat ik sterretjes zag. Oh ja? Ja. Als mijn hartslag op 190 zit, dan word ik wel een beetje wiebelig. Ja, nee, dan word je inderdaad. Dat is echt te hoog ook hoor. Beetje tussen de 170 en 180 is goed, maar 190 is te hoog qua hartslag. Oké, en pak je arm mee. Maar die is ook heel moeilijk voor jullie allebei, omdat jullie allebei ook inderdaad precies dezelfde bekkenklachten hebben. Jij en Josephine ook. Dus die op die één been, elke keer als één bekken maar hoger staat dan de ander, dan trek je hem er gewoon in. Dus dat moet je heel voorzichtig gewoon gaan proberen. En inderdaad, als je ervaart dat het niet lukt, dan maar gewoon inderdaad stoppen. Ja. Maar het is ook meestal op het moment zelf te denken, oh, het gaat wel, maar nu voel ik hem meteen weer in die linkerbil. Ja. Ja, en dan denk je weer, oh jammer, ik ben toch weer net te ver gegaan. Ja. Terwijl bij mij dat toch al 7 maanden geleden is. Ja, maar dat kan lang duren hoor, dat duurt wel 1 jaar tot 1,5. En dan kan het nog steeds een zwakke plek blijven. Het kan, ja, dat blijft. En het is heel vervelend. 2 keer keizersnee helpt ook niet heel erg mee met die spieren. Nee, nou ik had er ook wel last van hoor. Na dinsdag ook volgens mij, ja. Na dinsdag of na woensdag, 1 van die 2. Had ik ook last van. Nou ja, dan moet ik ook echt even rustig aandoen weer in die training. Ja. En die bekkenoefeningen weer doen. En dan denk ik, oh ja, dan ben ik er weer. Ja. Maar zoals heb je dan nu net wissel. In die training hiervoor, dan heb je dan ook gewoon dingen niet meegedaan? Want je hebt nu eigenlijk alles meegedaan. Nee, die walking to a plank, dus in een plank lopen. Oh ja. Ja, dat doe ik niet mee. Nee. Ja, die vind ik ook wel heel rustig. Ja. Oké, adem in. Maak jezelf lang. En uit. En adem in. En uit. En laatste keer adem in. En uit. En schud lekker los. Nou, applaus voor jezelf hoor. Weer top gedaan, ladies.